ACT Suriname is working in several villages in the remote hinterland of southern Suriname. One of those villages is Apatina. Apatina is a Wayana village along the Tapanahoni River and is only accessible by a very long boat trip or by plane. There are no commercial flights to this tropical rainforest community, so all flights have to be chartered. The cost of a one-way chartered flight is around $2,000. Annually, the Suriname office spends an average of 30% of its budget for air transportation on flights to the indigenous villages Kwamalasamutu, Tepu, Sipaliwini, and Apatina. These villages are partners of ACT. The entire project support has to be flown in from Paramaribo, the capital of Suriname. Trainers, field equipment, and even the gasoline which the indigenous park guards need for the outboard motors are transported by air. The Wayana tribal village of Apatina was established between 1932 and 1948 when the Wayana left Brazil because of tribal warfare. After a long journey across mountains and rivers, they settled along the Tapanahoni River. Currently, there are about 614 Wayana living in Apatina. They speak their own language, Wayana, but Sranantongo is also spoken, and the youngsters who attend the school in Apatina also speak Dutch. There's a peaceful coexistence between cultural traditions and Western influences. ACT is working with the local community in trying to preserve cultural traditions and traditional healing knowledge. To sustain their traditional way of living, wise use of resources and conservation of the traditional lands were identified for assistance from ACT. There is also a scent to monitor the traditional land the tribes live on. ACT gives assistance for mapping the traditional land, monitoring the forest and its ecosystem, data gathering, and data processing. These focus areas were defined in collaboration with the tribal communities. In 2008, ACT and partners started the Indigenous Park Guards program in Kwamalasamutu, Tepu, Sipaliwini, and Apatina. In 2014, ACT continued the training of the Indigenous Park Guards, the IPGs, to upgrade their skills. The IPGs play a critical role in monitoring the forest and its ecosystem, data gathering, and environmental education. The training of these park guards is an enormous undertaking for the ACT Suriname office. During 2014, Johan Hajopawiro made 12 trips to the villages in South Suriname. Het ideale beeld van de IPG is dat ze zelfstandig kunnen werken. Zelfstandig ten behoeve van het dorp. Dat ze hun eigen beslissingen kunnen nemen. Kader hebben, dat ze kennis hebben. Waarbij zij als oren, mond, ogen kunnen dienen voor het dorp. Want met de ontwikkeling nu krijg je dan alle invloeden van buiten. En het dorp moet dan ready zijn. In Apatina, there were several training moments to update the skills of the IPGs in camera trapping, fish sampling, water quality monitoring, and data collection processing. Skills desperately needed because the tribal communities are finding themselves increasingly under threat from illegal activities such as animal trafficking and gold mining. While recognizing the pressure on resources, these are important income-generating activities due to the limited opportunities available. Nono den ITPG de. Sorry den suma fal de gebruik na UEG. Gebied fa u dena gebruik na watra officie ala den sani. Gi folak den den suma ja. Efkan den nono de wabi gebied et de tang ef mi abi ching nono de ef mi ching meki ching. Dan mek de mas ef bi gebruik baka. Om me jari ef baka den. Dat mi misref mi na sab moro. Dat ting mi kramp ting kom feni alasan dek fami be feni. Masan dapet? Ai. Masum.
The Apatina community is concerned about possible mercury contamination of their water system and fish in the river. Fish is their main source of protein. About 50 kilometers downstream, in the Grambori region, there is artisanal gold mining. Because of these concerns, ACT facilitates the monitoring of fish species and the water quality monitoring by the IPGs. The IPGs also map the gold mining expansions close to their traditional land. The community is concerned about these mining activities, which may disturb their livelihood. Dorputi sinagros pifu na agu tumang darom uno check fisi efkande abi kwek de sandati efkande sande na fugi siki dat me fete ripti so dan nam problem gimi efkande fosi uno bes abi disi na ma dan koni de dan yepis ma kong yep uno dan ukhobroi dan moro bu fasino. ACT is still evaluating how to integrate the IPG program in an official government program in South Suriname. ACT believes that in this partnership, responsibilities can be shifted towards the legal mandated institute. Until now, this attempt has not been successful. This has not deterred the IPGs. They believe that the program is of benefit to their communities. Ador foi igual amor ofensivo só essa vitória. Abra de que nessa sabe que se em ala de ler sabe se o ler de dor pusma tak de se o ler só ansani da o ler de vele de abrata. We were going to shame and tudo. The indigenous spar guards assist the traditional clinic staff with their education activities. In Apatina, for example, the IPGs are learning the traditional knowledge, culture, and medicinal plants. This knowledge is then shared with school children during activities in the arts and craft lessons at the OS Kananu Apatina School. The ACT Suriname office runs an education program which blends the ACT program components into the basic education curriculum. This year, ACT started with the development of a biodiversity database in partnership with the Wayana and Trio communities and the IPGs. The database organizes vertebrates and seeks to incorporate culture elements. When completed, it will be of great benefit to locals, students and researchers. Het was iets dat ons nodig leek, omdat we merken dat wanneer mensen het veld in gaan, onderzoekers, studenten, ze altijd te maken krijgen met verschillende namen. Dus iedereen maakte lijstjes voor zichzelf over het gebied waar hij was. Maakte hij zijn Nederlandse namen gekoppeld aan zijn trio of zo wetenschappelijk aan zijn Wayana. Dus dat verschilt ook misschien een beetje, dat is misschien het verschil van onze database met anderen, dat je vooral een aantal namen gekoppeld aan elkaar krijgt. ACT Suriname produced the second book of a triplet Junior Park Rangers. The books are produced with involvement of children of the indigenous communities. The Junior Park Rangers series is used in schools in South Suriname, and because they speak to the local experience of the children, they are met with enormous enthusiasm. Dus dit is een methode of een manier om te proberen boekjes te maken op een meer speelse manier die beter aansluit bij hun leefwereld. We zijn begonnen met het dierenboekje. Er zit heel veel officiële curriculumleerstof in, al zie je het niet. Maar daar krijgen de dieren allemaal een paspoortje ook. En je krijgt ook trio- en wayana-namen. Er zijn in de dorpen sessies geweest met de kinderen, zodat de kinderen ook tekeningen gemaakt hebben die in de boekjes komen. Dat is dan ook met planten gebeurd. En we willen heel, heel graag dat ze ook in de stad gebruikt worden, zodat mensen uit de stad, kinderen uit de stad, wat meer leren over de landgenoten in het zuiden van het land. Hè? Want we kennen elkaar soms niet, al wonen in hetzelfde land. En dat lijkt te lukken. We zijn bij ACT een van de partners van met MINOF en met nog
een twintigtal anderen die samenwerken om een groene leskist samen te stellen. En die zit dan vol met natuur- en milieueducatiemateriaal. En die gaat verspreid worden over het hele land. Dat is de bedoeling. ACT is also trying to increase the earning capacity in these tribal communities. It has partnered with a few local suppliers. ACT buys the crafts and sells them in the capital Paramaribo during office hours or during street fairs. With a decline in tourism, this is welcomed by the indigenous artisans. We were zelf geschrokken van de animo. Blijkbaar in Apatina is de animo veel groter dan bij de andere dorpen. De vrouwen doen ook veel meer aan arts en crafts. De kettingen, de armbanden, maar de mannen komen nu ook een beetje meer naar voren. Zij doen Indiaanse banken, die we laatst nog hebben afgenomen van hun. En het weven van matapi en het maken van sikkes nog. Daar de behoefte was om die ten verkoop aan te bieden, hebben wij dus gemeend om ze daarmee te helpen. En dus proberen een afzetmarkt hier in de stad te zoeken voor hun. We helpen ze in feite met sustainable livelihood. Wij hopen dat daarmee wij hun dus helpen om inkomsten te genereren. Niet alleen maar voor hunzelf, maar ook voor de toekomst van hun kinderen. Om daarmee hun kinderen te helpen. Ik ben erg hoopvol gestemd. Ik hoop dat ook de vrouwen en de mannen die zich hiermee bezighouden, ook nog steeds de enthousiasme tonen zoals ze het nu hebben getoond. En dat zij later dus dit zelf kunnen overnemen. En zij later hun eigen entrepreneur kunnen zijn van hun arts en crafts. To facilitate the ongoing activities, ACT renovated or updated most of their field offices and accommodations, boats and outboard motors, ICT field facilities and field equipment for data collection. In 2014, the ACT Suriname office started to broaden its work field to the Matawai Maroon region along the Saramaca River. Several communities were visited to assist in the development of a current land use map of their traditional land. In parts of the Matawai region, there is industrial logging and gold mining. The positive experience of the indigenous communities with ACT to produce traditional land use maps has encouraged the Matawai to do the same. ACT gladly assists. There is potential to expand the work relationship with the Matawai community. De jaar heeft ACT een project gedraaid in het Matawai-gebied, vanaf Pusugroen tot aan Boslanti. En dit gebied heeft enorm veel overeenkomsten met het traditionele inheems gebied waar we werken. Vandaar ons enthousiasme om het Matawai-gebied op te nemen in ons regulier programma en ons werkgebied daarmee uit te breiden. Voor volgend jaar hebben we ook in petto dat de traditionele scholen die wij nu hebben in 3 dorpen een structureel karakter krijgen en wordt geïntegreerd in het scholencurriculum. Dit jaar zijn we gestart met een pilot op Apatina en afhankelijk van de bevindingen gaan we dat verder uitbreiden en verbeteren.